Meneer Knot, u komt net terug van het IMF deze week. Daar zal het ongetwijfeld over de inflatie gegaan zijn. Hoe bezorgd bent u, zeker voor wat Nederland betreft? Nou kijk, voor ons is het heel erg relevant om vast te stellen in hoeverre dit een tijdelijk fenomeen is. En het vanzelf weer overgaat en verdwijnt. Of dat er toch een risico is dat deze op dit moment hogere inflatie, dat die zich toch vast gaat zetten in de verwachtingen van mensen. Dat we tweede orde effecten, zoals we dat noemen, gaan zien doordat bijvoorbeeld hogere looneisen nu het gevolg gaan zijn. Dat die hogere looneisen weer tot hogere kosten, hogere prijzen enzovoort leiden. Nou, daar is op dit moment nog geen sprake van. Dus op dit moment is ons oordeel dat het grotendeels tijdelijk is. Onze economie heropent na de coronaschok. Het aanbod van producten en diensten kan helaas de vraag niet bijhouden op dit moment. Ja, dan krijg je inflatie. Maar zolang die inflatie tijdelijk is, dan zijn de zorgen beperkt. Maar u zegt, sorry dat ik u onderbreek, als bijvoorbeeld de lonen hoger worden, dan hebben we wellicht een probleem. FNV vraagt deze week om automatische prijscompensatie, wat we van vroeger nog kennen. Slecht idee dus? Nou, dat vind ik sowieso geen verstandig idee. Ik zie wel ruimte voor hogere lonen in Nederland. Maar laten we toch even nadenken, automatische prijscompensatie, daar zijn we in de jaren 80 met heel veel pijn en moeite vanaf gekomen. Dat was één van de factoren waarom het in de jaren 70 zo uit de hand liep. Dus dat is absoluut een slecht idee. Maar iets hogere lonen, daar is wel ruimte voor, zegt u? Absoluut. Ik vind in de ruimte voor zeg maar de loonruimte in Nederland, die wordt eigenlijk niet volledig benut. Wij zijn wel iets van een goedkoopte eiland nog steeds binnen de eurozone. En ja, we hebben nu, 3,1% werkloosheid. We hebben meer vacatures op dit moment dan we werklozen hebben. Dus ik zie wel degelijk ruimte voor loonsverbetering. Maar laten we echt oppassen met dit soort automatismen gaan inbouwen in onze economie, waar je ontzettend lastig van afkomt. Okay. Op het moment dat de inflatie inderdaad niet tijdelijk zou blijken te zijn en langdurig.